De demon die blijft maar demonteren. Aan mij ook. Dus ik kan dat niet tegenhouden. Wil u nooit meer slapen? Het was natuurlijk heel erg schrikken toen ze dat afgelopen vrijdagavond zeiden. Hè, dat het zo slecht ging dat ik terug moest komen. En of die nog een priester nodig had of zo. Ik had niet gedacht dat het zo ernstig was ineens. Hij ook niet eigenlijk. Maar ja, de volgende dag zat hij hier weer een appelflap te eten aan tafel. Dus ja, je weet bij Arnold nooit. Ik heb mooie vooruitzichten wat dat betreft. Ik heb voorproefjes gehad. Ze noemen ze bijna doodervaringen. Als hij heel verdrietig zou zijn, dan was het veel moeilijker. En het blijft natuurlijk moeilijk, maar het feit dat hij zo blijmoedig en vol hoop is op de toekomst, dat is voor mij echt ja, ook een steun. Ja. Niemand overleeft het sterfelijke. Na deze oude natuur komt de nieuwe natuur. Na deze oude aarde komt de nieuwe aarde. En ja, dan hoop ik dat ik opnieuw geboren word. De mensen hebben het nodig. De onwetende weten maken. Dat is wat ik geprobeerd heb om te doen. Maar als ik ermee moet stoppen, ja, dan... Het zij zo. Dan heeft u in ieder geval uw taak volbracht. Ja. Dat zou ik wel zeggen, ja.